Goedenavond, welkom bij een nieuwsanalyse met een terugblik op het nieuws van de afgelopen week. De 18-jarige Stasiaanse Linaria Brown is gestart met een petitie tegen de uitspraken van Clyde van Putten. De politiek leider van PLP op Stasia zei tijdens een bijeenkomst van KFO op Curaçao: als jullie komen, bereid je dan voor op de gevolgen. Want als jullie militairen inzetten, zullen wij hen doden en in de straten van Stasia verbranden. Brown veroordeelt de uitlating van Van Putten en zegt dat dit niet de mening is van de Stasiaanse bevolking. Volgens de initiatiefneemster is de bevolking de militairen juist dankbaar en had Stasia het niet gered zonder hun inzet. As a youth of Stasia, I do not agree with the statement made by Mr. Clyde Van Putten. Stasians on a whole are peaceful people and we, when he made that statement, that included the word we, that statement was made on behalf of the community of Stasia. I believe the majority of Stasians do not agree and do not support Clyde's statement. And as a youth, who should look towards our leaders, I expect them to represent my island in a positive and respectful manner, especially if he's talking to the world on our behalf. I also expect and want him to lead by example. I started a petition because the statement made by Mr. Clyde hurt me. Why it hurt me is because I personally witnessed how hard these military men and women worked on the island before, during, and after the hurricane. Yeah. It hurt me because the military men and women were just doing their job, and that was the job of protecting and helping us. It hurt me because the world may now look at Stasians as violent people. It hurt me because the damage was done and has been done. Do you understand why Mr. Van Putten did these declarations? I think he did it out of anger, and that is not the way he should have represented our island. Anger from or for what? I really don't know. So you don't know why he is angry, because you said he did it out of anger, then he has to be angry about something. I guess political frustrations or whatever the cause may be may make him angry. What do you want to achieve with the petition? What I want to achieve, Stasians are very outspoken people, but violence should not be a means to any end. I want the people of Stasia and friends of Stasia to sign a petition. I also want the world to know that Stasians are not violent people. We support our Dutch military men and women. If there are people willing to sign this petition, they can contact me on my Facebook by searching my name, Linaria Brown. That's nice to know for everyone who's listening and supports you. Can you explain to me what the impact was of the military people who came on the island? How big was their support? Well, their support was their impact was very great, because I witnessed this self, because they worked along with my mother, who is a police officer, day in, day out, 24 hours around the clock. Mm-hmm. And I think they did a very tremendous job for our island. What's your message for them if they come again? I would tell them they can come. The Stasia people, we really love the military, because without them, I guess we won't be able to do it on our own. So we want them to come. We don't want them to stop coming. They just can come. Yeah. Then they don't have to be afraid of anything. How many people already signed it? So far, online and on hard copy, mm-hmm. over 170 people have signed. Our goal is 1,000, but I am hoping that we pass that goal and show the world how much we support our Dutch military men and women. And what you going to do with the petition? We are going to give it into the acting island governor, Mr. Julian Wood. Crimineel gedrag onder vrouwen is in grote mate vergelijkbaar met dat van criminele mannen. Dat blijkt uit onderzoek van Catharina Joosse, verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Joosse deed onderzoek naar welke sociologische en psychologische factoren bij Caribische vrouwen tot criminaliteit leiden. Criminele vrienden, het opgroeien in een criminele buurt of gebrek aan impulscontrole. Dat zijn ook bij vrouwen factoren die bijdragen aan het overgaan tot crimineel gedrag. Daarnaast spelen kindermishandeling of het mishandelen van de vrouwelijke partner een rol.
Volgens Joze moet er bij de aanpak van het probleem van Caribische criminele vrouwen beter worden gekeken naar de verschillende type delicten. Bij het uitzetten van beleid zou daar meer rekening mee moeten worden gehouden. Joze vertelt wat de belangrijkste conclusie uit haar onderzoek is. We zien dus eigenlijk, als je kijkt naar internationaal naar onderzoek naar vrouwen en criminaliteit, wordt er heel vaak op slachtofferschap ingezet. Hè, en psychische problemen, verslavingen, partners die deviant zijn, hè, dus ofwel crimineel of zelfverslaafd. Maar we zien eigenlijk dat er weinig bij vrouwen wordt gekeken naar de factoren die bij mannen een rol spelen. Bijvoorbeeld het hebben van criminele vrienden. Of het opgroeien in een criminele buurt. Ook een gebrek aan impulscontrole. Hè? Dus dat je minder nadenkt over wat je doet, maar meteen iets gaat doen. Dat zijn eigenlijk dingen die bij mannen altijd onderzocht worden, maar niet zozeer bij vrouwen. En we zien eigenlijk dat die factoren juist ook bij de Caribisch-Nederlandse vrouwen ook een rol spelen. Hè? Dus je ziet wel ook die typische vrouwenfactoren zoals kindermishandeling en slachtoffer zijn van partnergeweld. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld het hebben van delinquente vrienden en het opgroeien in een criminele buurt, dat het ook van impact is op dus een grotere kans om later crimineel gedrag in ieder geval te rapporteren. Een woord wat vaak terugkwam tijdens uw betoog was hechting, hè? De hechtingsproblematiek. Ja. Ja. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, dat is eigenlijk vanuit het theoretisch kader waar we naar gekeken hebben. Dus we zijn heel erg geïnteresseerd in hoe voelen mensen zich gehecht aan de maatschappij. Vanuit de criminologie kijk je dan bijvoorbeeld naar hoe goed gaat het op school. Kan iemand werk vinden? Maar ook bijvoorbeeld, voel je je geaccepteerd door een maatschappij? En als je racistisch benadeeld wordt, kan het ervoor zorgen dat je je ook vijandig gaat opstellen tegenover een maatschappij. Binnen de criminologie zeggen we dan dat er een slechte binding is met de maatschappij, wat eigenlijk de kans op criminaliteit vergroot. Dat is dus een vorm van gehechtheid aan de maatschappij. Ja. En aan de andere kant kijken we dus naar de gehechtheid aan mensen in die maatschappij. Dus als je verwaarloosd wordt als kind of als je veel geslagen wordt, dan zorgt dat voor een slechte relatie met je ouders. En dat hangt vaak samen met ook dat je bijvoorbeeld een verkeerde partner uitzoekt die je ook slaat of die crimineel is, wat ook weer het risico op criminaliteit verhoogt. Dus we kijken naar die slechtere relaties met mensen of die minder goed gaan, maar ook die gebrek aan gehechtheid aan de maatschappij. En het doel is eigenlijk om ook met verder onderzoek te kijken, zorgt dat voor een oplopend effect op criminaliteit. Dus als je 10 van die ervaringen meemaakt, vergroot dat dan je kans op criminaliteit ook 10 keer zo groot als wanneer je maar 1 zo'n risico meemaakt in je leven. Onderzoeken is natuurlijk mooi. Ja. Er ligt nu een onderzoeksrapport. Ja. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Nou ja, ik heb aan het begin heel hard beloofd. Omdat er ook heel begrijpelijk sceptisch werd gereageerd op weer een onderzoek uit Nederland, heb ik destijds gezegd van ik kom de resultaten terugbrengen en ik kom het hier presenteren, zodat het hier ook gebruikt kan worden voor lokaal beleid en voor preventie, voor betere reïntegratie van gedetineerden. En dat is wat we eigenlijk vandaag hebben gedaan. Terug naar Stacia, want de politicus Clyde van Putten van de PLP heeft zijn excuses aangeboden voor de dreigementen die hij vorige week deed. Deze dreigementen oogsten ook kritiek op zijn eigen eiland Sint Eustatius en andere eilanden in het Nederlands Koninkrijk. Een 18-jarige scholieren startte zelfs een petitie tegen de politicus. Van Putten zei vorige week tijdens een conferentie van onafhankelijkheidsbeweging KFO dat de militairen op Sint Eustatius vermoord en verbrand zullen worden. De Nederlandse staat heeft aangifte gedaan. Staciaanse oppositiepartij DP heeft een spoeddebat in de eilandsraad aangevraagd en coalitiegenoot Ruben Merkman zegt te hopen dat Van Putten zijn excuses zal aanbieden. Dat heeft hij nu dus gedaan en afgelopen donderdag werd besloten dat er geen spoeddebat zal komen. I was brought up in a home with Christian values. And those upbringing and those training, hatred, killing, and crime was not a part of what my parents taught me. At all times, as leader of this great country, I have always demanded accountability from all our people, including those who are humble to represent us as a people. And therefore, I am not too big that if I have erred and make a mistake, to come and apologize for this. I believe the statements that was made with regards to kill
and burn was uncalled for. I believe it was irreprehensible. I believe that it is a statement that I must distance myself from at this point in time, because it is not indeed something that we as a country and we as a people tolerate. And therefore, at this point in time, I come to you, the people of St. Eustatius, to say today that I deeply regret the statement made with regards to kill and burn of the military, because this in no way was my intention. And for that, I humbly apologize. Fellow citizens, we have taken note as well that the Minister of Home Affairs and Kingdom Relations have filed a formal complaint to the National Prosecutor's Office. And as a citizen of this country, I will take full responsibility for my actions and my statement over the course of time. And whenever that case is called, I will appear and I will address the issue at hand. And whatever the consequences of this statement, I am fully prepared to accept it as a citizen, but also as a representative of you, the people of St. Eustatius. Again, I said that the statement was unwarranted. It was uncalled for. It is not something that we as a people tolerate within our society. And once again, I wish to apologize to all those individuals at home and abroad who have been deeply hurt and affected by the statement that I made. I want you to be assured that I deeply regret the statement, but however, I remain committed to the cause of fighting for more autonomy, giving you, the people of St. Eustatius, the freedom, the liberation, and the respect that you deserve as a free people. De vakbond van UTS-personeel Sitcom houdt voet bij stuk. De ontslagronde van personeel moet van tafel, want de aankondiging daarvan is tegen de bepalingen in de CAO. Dus stelt de vakbond een ultimatum aan het telecombedrijf van 2 keer 24 uur. Verandert UTS haar standpunt niet, dan stapt Sitcom naar de rechter en probeert de bond via een kort geding haar gelijk te krijgen. Volgens Errol Kova, ingehuurd door de bond, is er overleg gevoerd met de directie van UTS, maar dat heeft niet geleid tot een doorbraak. Ze hebben geluisterd, ze hebben dus de strategie, bij de strategie gekomen alleen maar luisteren. En we hebben dus daar gesteld dat in de procedure tegen de artikelen in het CAO zijn die daarover gaan. Waar gaat dat precies om dan even? Want het gaat even om die 280 mensen die eruit moeten. Ja, de procedure wordt vastgesteld door de CAO, waarin dus staat dat alvorens met de reorganisatie te beginnen, 30 dagen, een maand van tevoren, de bond op de hoogte moet zijn van de redenen, de beweegredenen, de gevolgen van de reorganisatie. Ja. En de maatregelen die genomen moeten worden in dat verband. Okay. Uiteraard hebben wij dus gezegd dat dat niet het geval is geweest. Mm-hmm. Dat bestrijden zij. Op de tweede plaats dat wij alle documenten moeten hebben om daadwerkelijk mee te kunnen praten. Dat betekent de jaarstukken en dergelijke. Nou, volgens hen moeten wij een disclosure agreement tekenen. Maar wij zeggen juist dat de jaarstukken volgens ons van de overheidsaanzien zijn publiek. Bovendien, de bedoeling is juist om deze stukken te geven aan de experts die dat voor ons gaan analyseren. En wij hebben dus gesteld, kijk, wij moeten het proces nu stopzetten en opnieuw beginnen conform de artikelen van de wet. Okay. Van de CAO. Daar voelen ze niks voor. U zegt, ze houden zich niet aan de CAO en zij zeggen, ja, we houden dat wel. Wat voor argument voeren ze daar nou bij aan? Wij voeren dat bijvoorbeeld dat wat nu bezig is een voorfase is. Het is een voorfase van de echte reorganisatie. Uiteraard is dat een vergezocht argument. Vinden dat zodra je mensen benadert om met vrijwillig ontslag te gaan, dat dat
een start zijn is van een bepaalde reorganisatieproces. Want in de organisatie staat in de CAO wanneer er sprake is van dat er verregaande consequenties zijn voor de arbeiders en voor de werknemers. En het feit dat je dus mensen vraagt om vrijwillig tussen aanhalingstekens naar het ontslag te gaan. Mm-hmm. We hebben dus gezegd, wij geven 2x24 uur. Mm-hmm. Anders starten wij een kort geding om dat af te dwingen. Okay. Een start van dat proces. Nou, en dat moet juridisch besproken worden. Dus wij gaan vandaag met onze jurist spreken en dan gaan we kijken wanneer zij geen antwoord geven. Ja. Voor morgen 10 uur, dan starten wij met een kort geding. Er is veel zwemtalent op Curaçao, maar dat blijft onbenut als de regering niet snel meer in sport investeert. Dat zegt de Curaçaose Olympisch kampioen en oud-zwemster Enid Brigitta. Zij vreest dat zwemsport op ons geboorte-eiland en dit eiland een elitesport wordt. Zelf won Brigitta in de jaren 70 maar liefst 21 Nederlandse titels. Ze was de eerste zwarte zwemster die Olympische medailles won. Onlangs verscheen haar biografie Zwemmen in de schaduw van doping. Met daarin ook een dopingbekentenis van haar Oost-Duitse rivaal Cornelia Ender. Als je wil dat Curaçao op de kaart komt, moet je gewoon stimuleren dat mensen, en ook investeren, dat mensen gewoon de mogelijkheden krijgen en gesponsord worden ook. Dat ze niet zoveel zelf hoeven te bekostigen, want dan haken mensen gewoon gauw af. Want ja, wil je bij de top horen, dan zal je gewoon trainingskampen moeten doen en veel naar het buitenland gaan om te kijken hoe het daar gaat en ook wedstrijden hebben en hard en veel trainen, dat je dus gewoon bij de top kunt komen. Want er zijn best wel een hoop zwemmers die willen dat. En het zwemsport is op Curaçao best wel, en ik denk Aruba ook, best wel gegroeid. Er zijn veel verenigingen, veel deelnemers, jonge kinderen die zwemmen. Dus ik denk, daar moet je gewoon in investeren. In 1976 zwom Enid Brigitta tegen Cornelia Ender bij de Olympische Spelen in Montreal. Op de 100 meter vrije slag kreeg Brigitta de bronzen medaille. De zilveren en gouden medailles gingen naar 2 Oost-Duitse zwemmers. En een paar jaar later bleek dat de Oost-Duitsers zwommen onder doping. En dat Brigitta dus eigenlijk de gouden medaille had moeten krijgen. Maar dat gebeurt niet, ook niet met terugwerkende kracht. De zwemsport is gegroeid op Curaçao en Aruba. Dat ziet Brigitta. De oud-zwemster hoopt dat de lokale regeringen er extra geld gaan in investeren voor de jonge generatie zwemsporters. Als dat niet gebeurt, dan vreest Brigitta dat de zwemsport vanuit de Cariben nooit de top gaat bereiken. In mijn tijd was het ook al 5 prijzig. Toen ik naar Nederland toe kwam bijvoorbeeld. Ja, dan heb je een abonnement nodig, een zwemabonnement, want je gaat bijna iedere dag zwemmen. Dus dat was ook al gauw 400 gulden per maand. Dan heb je ook nog bijvoorbeeld als je naar wedstrijden toe gaat met je clubje. Dan moet je reiskosten betalen, inschrijving voor de wedstrijden, je kleding, alles moet je bekostigen. Maar kijk, op een gegeven moment als je bij de top komt te staan, dat je goed bent, dan willen mensen investeren. Dus dan krijg je gewoon het wat makkelijker. Mijn moeder stond er toen alleen voor met 5 kinderen. Dus die moest in het begin ook vrij dokken. Maar gelukkig hoorde ik snel bij de top. Dus dan kan je, ja, dan krijg je door sponsoring van merken, alles, krijg je gewoon veel meer cadeau. En dat scheelt heel veel. De toestand van de Isla-raffinaderij is zorgelijk. Dat kwam naar voren deze week tijdens een speciale vergadering van de Centrale Commissie van het Parlement met vertegenwoordigers van Guangdong Zhengrong Energy. Het bedrijf wil de raffinaderij van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij overnemen, maar volgens de topman van GZE, Bingyan Chen, krijgt hij geen medewerking van Isla en PDVSA. En er vond afgelopen week overleg over plaats tussen GZE en het multidisciplinair projectteam en Refineria di Curaçao. PDVSA in Caracas mijt elke communicatie met GZE. Het Chinese bedrijf vraagt de MDPT, de RDK en de Staten om steun om een shutdown van de raffinaderij te voorkomen. Volgens de topman zou er slechts een voorraad ruwe olie zijn tot 20 oktober. We have signed addendum. We have signed MOUs. And now we need to show what we will do next. The next work plan will be
We need ones to prepare the feed for the existing refinery. As I mentioned, we have objectives and we will carry out the feed, focus on those objectives. We will start negotiation on the existing refinery lease agreement with the government. This is what is very important. This is really what you put the seal on what we are doing. We will start to prepare the feasibility study of the new refinery in economically and technically. And we also work into we work with the government to look into the environmental impact and any social effect of the new refinery to the island. Again, all our purpose want to bring the benefit to the Cross people, not the headaches. We will participate in the we call it emergency preparation team. And right now, we understand that PD Visa has difficulties. And I think all Parliament members realize this. And we have to see in the next weeks, months coming, how do we well prepare? And GZE will do our best to support. We don't want to see the refinery shut down. And we don't want to see our workers out of a job. So this is a very important, we realize this, and we appreciate that. We will work on the natural gas purchase agreement, and this will secure the supply chain of LNG. So LNG terminal will be put on in action. I think this will be the first action. We will soon start the geosurvey to study the soils, onshore, offshore. We need to do the benthic study to make sure we do not hurt the species, especially under protection. We will apply for a permit on LNG receiving terminal BO project. This will be started soon. We also start the first training session. They will understand that LNG is new to the island. So that for our people, our professionals, skilled workers, for them to get acquainted with the LNG industry, we will set up a training session to cultivate the professionals in this aspect to make sure when we our construction started, our workers, our inspectors, and our engineers, and our government officials, the management, they are used to the LNG and they know they have the skill to perform the project. For the future, we do have some concern right now, that mainly relate to the Isla. And so far, we have not been able to set up a communication with the Isla, the PD Visa. So we haven't got any access to the refinery documentation, the maintenance record, repair record, and any current status, all these information we don't have. And we cannot have people going in to do the survey. Also, the condition of the refinery is not transparent, and we are not really clear about and what is the crude stock right now. And if we call it emergency condition, what is the emergency condition? And how this escalates, and we really don't know. And what's the operational risk? The risk will have many aspects, safety, and the risk of the shutdown due to a lack of equipment, due to lack of crew supply, we don't know. And the operational sustainability, that means can we, for the months coming, can we, our refinery can continue to operate? Right now, we understand the throughput is very low, but we don't know exactly how low and what is the alarm line. So these, we hope we can get support of RDK, MDPT, and the government. We need to solve this problem. And we will well prepared. President-directeur Emslie Tromp mag worden ontslagen.
Met die beslissing is de Raad van Ministers van zowel Curaçao als Sint Maarten vorige week akkoord gegaan op aanbeveling van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat bevestigt premier Eugène Ruggenaat tegenover het Antilliaans Dagblad. Nu moeten de landsbesluiten aan gouverneurs Eugène Holliday van Sint Maarten en Lucille George Wout worden gepresenteerd om na akkoord te tekenen. Wanneer dat gebeurt, dan is het ontslagproces van Tromp rond. De ontslagprocedure staat los van het proces van de Raad van Ministers om een akkoord met Tromp te bereiken over zijn arbeidsovereenkomst. Tromp heeft een arbeidsovereenkomst met de CBCS die duurt tot aan zijn 60ste jaar. De president-directeur is nu 58. Orkaan Irma legde Sint Maarten 6 weken geleden volledig in puin. NOS-correspondent Dick Draaier was afgelopen week terug op het eiland om te kijken hoe het gaat met de wederopbouw. Volgens Draaier is er in 6 weken tijd veel veranderd. De natuur is grotendeels hersteld. In Philipsburg zijn alle straten weer vrij van puin en steeds meer ondernemers beginnen met het herstellen van de schade. Toch is het niet allemaal positief. Veel mensen zijn nog bezig met de vraag wat ze die avond gaan eten en of ze een slaapplek hebben. Nou ja, verrassend zou ik bijna zeggen. De natuur is dan wel wat sneller dan de mens, om eerlijk te zijn. Je weet dat regen uit een orkaan niet zoet, maar zout is. Hè. Zout water wat opgezogen wordt en direct weer neervalt. Dus de heuvels hier op het eiland die sloegen bruin uit. Wat je nu ziet is dat die heuvels weer groen zijn geworden en dat de palmbomen die hun bladeren zijn kwijtgeraakt weer groen krijgen. In Philipsburg zijn, en dat is ook wel een grote verandering, de wegen weer vrij gemaakt van puin en rotzooi. En dat is ook voor een groot gedeelte daarnaast weer opgeruimd. En er zijn veel ondernemers weer begonnen met het herstellen van de schade. Maar de littekens van de Irma die zitten wel diep. De economie die is ontwricht. En heel veel mensen, duizenden zeggen ze, zijn werkloos geworden. De toeristenindustrie ligt op zijn gat. En de toerist is verdwenen. Maar ja, ik moet wel zeggen, er is een enorme wil onder de mensen om Sint Maarten er weer bovenop te krijgen. En dat is wel een groot verschil met die eerste week toen het eiland verlamd was, totaal verlamd was en in shock. Toen zagen we ook wel mensen die een beetje aan het mopperen waren over hoe dat ging met de opbouw. Hoe is dat nu? Wat vertellen mensen jou? Ja, de opbouw is eigenlijk noodhulp. Hè. Het eiland zit ook nog in die fase van wederopbouw is eigenlijk nog geen sprake. Mensen zijn nu nog steeds vooral bezig met wat eten we vanavond en hebben we een plek om droog onder te slapen. Ik heb de indruk dat Sint Maarten nu wel op een kruispunt staat waarbij er nagedacht wordt over het eiland, hoe het nu verder moet. En dan zie je ook dat het geklaag eigenlijk wat afneemt. Men klaagt wel over de politiek. Het recoveryplan van de overheid, een soort Marshallplan wat er zou moeten komen, dat is er nog steeds niet. En er is zelfs nog geen hulpvraag naar het buitenland uitgegaan van premier Marlin. Dus wat je ziet is dat mensen wel geloof hebben in zichzelf en een enorme veerkracht ook vertonen. Maar als je het dan over de politiek, dan is er echt weer geklaag. En over de politiek gesproken, Nederland heeft gezegd, we willen wel hulp geven, maar onder speciale voorwaarden. Sint Maarten moet akkoord gaan, anders komt er geen hulp. Hoe kijken de mensen daar tegenaan? Ja, Nederland die wil die voorwaarden. Nederland wil een integriteitskamer hebben om corruptie tegen te gaan. En ze willen de grensbewaking onder de verantwoordelijkheid van de marechaussee stellen. Dat zijn de twee voorwaarden die Plasterk heeft genoemd. Veel mensen vinden dat eigenlijk geen probleem als er maar hulp komt. En ze zien wel dat het eiland gewoon niet veel te eisen heeft in de staat waarin het nu verkeert. Maar men vindt ook dat je de hulp niet zomaar kan koppelen aan voorwaarden. Men vindt dat ook niet helemaal eerlijk. En zegt dan, ja, Nederland voert hier zijn eigen politieke agenda door. En dat voelt ongemakkelijk. Maar ja, als je toch even doorpraat met mensen, dan vinden ze dat dan maar moet. Hulp is belangrijker en het is ook harder nodig dan dat politieke gekrakeel. Bovendien, Sint Maarten is al bezig om die integriteitskamer in te richten op haar manier. Nederland wil het op zijn manier doen. En de marechaussee die staat eigenlijk hier al jaren bij de grens om mee te helpen. Zijn nog niet verantwoordelijk zoals Nederland dat wil, maar het helpt al wel mee. Dus ja, veel mensen reageren, waarom doe je het? Het is al bijna in plaats. En dan willen mensen dat gekrakeel van de politiek eigenlijk opzij zetten en zich eerst richten op die wederopbouwfase. En daar is veel geld voor nodig. En zijn daar eigenlijk ook nog steeds Nederlandse militairen actief om mee te helpen bij die opbouw?
Jazeker. Op dit moment zijn er, ik meen nog, 80 genisten, zoals ze dat noemen. Dat zijn de mensen die echt met hamer en beitel en met schroevendraaiers in de weer zijn om scholen op te bouwen, om keukens op te bouwen. Dus die zijn er wel. Maar er zijn geen militairen meer, zoals in het begin van de tijd dat ik hier ook was, die voor de veiligheid zorgden. En die veiligheid, dat is nog wel een issue, hoor, bij winkeliers, als je ze vraagt. Want de politie van Sint Maarten is nog niet op volle sterkte, lijkt het. En men maakt zich daar nog zorgen over. En dan zie je ook nog dat we eigenlijk nog in een soort noodhulpfase zitten. Dat zou tijdens de wederopbouw eigenlijk allemaal opgelost moeten worden. De door Curaçaoënaar Sival van der Lubbe bedachte draadloze oordopjes Canoa zijn geflopt. Honderden mensen zouden interesse hebben in deze hypermoderne in-ears. Onder de naam Canoa, vernoemd naar Playa Canoa, haalde hij via crowdfunding het gewilde bedrag op. Mensen die in het product geloofden betaalden $150 per persoon. Na een zeer kritische review op YouTube over de oordopjes droogde die geldstroom op. Honderden mensen kunnen daarmee fluiten naar zowel hun in-ears als hun geld. U ziet nu een gedeelte van die kritische review die Canoa de das omdeed. I get the headphones. I start the unboxing. And unboxing, it goes fine. It's got some cool stuff. It's got a sweet shirt in here. I'll say the shirt is good. It fits well. It's nice. I like it. It's good material. The shirt is good. I like the shirt. Just the shirt. So I go to start setting these up. And the first thing that I do is obviously I try to pair it with my phone. So I go and I start to pair it. And the first thing that I noticed was that it showed 4 Canoa headphones in my Bluetooth list. So I was like, well, that's kind of strange. 4 Bluetooth headphones for Canoa? I don't really know which one to tap. I'll just tap one. And I tapped one and it paired up. So that's kind of one of those things where it's like, oh, that's kind of strange, but you know, I'm not going to worry about it. It's not a big deal. So I didn't worry about it. Wasn't a big deal. So the next thing is I try to pair it with the Canoa app. So with the Canoa app, that's where you actually are able to manipulate the audio augmentation. So again, the audio augmentation is either letting outside world noises in or blocking outside world noises out. So you can see right here, this is basically how you enable it and how you manipulate it. You basically just slide it back and forth. But again, in order to use that feature, you have to pair it with the app. Well, okay, I can't get it to pair with the app. Why can't I get it to pair with the app? I'm trying. I'm closing out of the app. I'm relaunching the app. It's paired to my phone. I can't get them to pair with my app. Then eventually, one pairs with the app. The other one doesn't pair with the app, which means I can change the audio augmentation on one headphone, but I can't change it on the other one. So I'm dealing with this close to 2 hours. 2 hours. I'm trying to get them to pair with the app. I reach out to Canoa. I tell them, hey, I can't get this to work. Like, what is the deal? And he's like, oh yeah, sometimes we've had issues with that. And I'm like, okay, you sometimes have issues with that? Like, this seems like a pretty basic thing for, you know, Bluetooth headphones to be able to connect to the actual app that, you know, it needs to use to, in order to work. You know, that shouldn't be an issue, right? I mean, do I have to like defend myself here? So eventually I get them to pair. Eventually I get them both to pair to the app. I'm like, hallelujah. Thank God. Okay, so now I can use audio augmentation. So I slide it all the way to off, basically. And it sounds like everything's blocked out. And I'm listening to, I have a YouTube video on my iMac while I'm sitting in front of my computer, and I can't hear it. And I'm just hearing the music. And I'm like, sweet, this is cool. So I start to move it up. I go up to 50%. It sounds, you know, like I can hear some things in the background. I go up to 60%. I can hear more things in the background. I go up to 70%. I start to get feedback in my headphones. I go up to 80%, I get louder feedback. 90%, wah, it's just nonstop humming feedback that won't go away. You go up to 100%, you can't hear anything but feedback. It's just a loud, whining noise feedback. That's all it is. De halfjaarcijfers omtrent Hospitaal Nobo Otrabanda zijn onlangs door Sona overhandigd aan de ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur, Financiën en Algemene Zaken.
Betrouwbare bronnen verklaren tegenover ons dat het project zich tot op heden binnen de begrote cijfers bevindt. Er zou een overschrijding van het budget van 17% zijn, wat te danken is aan door de overheid genomen besluiten, waaronder meer kosten in verband met de verplaatsing van de bouwlocatie van het Amstelterrein naar Otrobanna, het niet tijdig opleveren van het terrein en het niet nakomen van de belofte om bouwmaterialen belastingvrij in te voeren. Een overschrijding van 15% is overigens gebruikelijk bij grote bouwprojecten als het HNO. Minister Suzie Camelia Reumer kan geen inkijk in de cijfers geven, aangezien ze SOAP heeft gevraagd om met SONA en de ministeriële regisseur en toezichthouder Stanley Betrian om de tafel te gaan om de cijfers te bekijken. En daar zal dan een rapport over worden uitgebracht en pas dan komt ze ermee naar buiten. Verder zegt Camelia Reumer nog steeds achter haar besluit te staan om SONA uit het project te halen. En ze beweert zelfs dat SONA dit zelf heeft aangeboden. Dat klopt, maar de minister vergeet erbij te vermelden dat SONA aanbiedt eruit te stappen als dit de wens van de regering is. SONA heeft hier overigens wel een aantal voorwaarden aan verbonden, waaronder het laten uitvoeren van een operational audit. Of de minister hiermee akkoord gaat, is onduidelijk. Tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad vroegen we Camelia Reumer naar de halfjaarcijfers van HNO. Ja, minister, uw ministerie en dat van Financiën en Algemene Zaken, die hebben onlangs een financieel rapport gehad over het eerste halfjaar voor wat betreft de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Kunt u ons een inkijk geven in hoe de cijfers ervoor staan? Niet echt. Ik heb SOAB gevraagd om met SONA aan tafel te zitten, samen met de ministeriële regisseur en toezichthouder. En ik wacht af dat dat gebeurt, want dan geven zij mij een rapport na analyse en gesprekken. En dat rapport zal ik dan meer over kunnen zeggen. Bent u nog steeds voorstander ervan dat SONA uit het project wordt gehaald? SONA heeft het zelf voorgesteld. Ik heb SONA gevraagd voor de jaarrekeningen. Tot mijn verbazing hebben zij mij een brief geschreven die bekend is gemaakt voordat ik zelfs maar een antwoord had gegeven. En zij hebben het tot 2 of 3 keer aangeboden op schrift. En toen heb ik ja gezegd. En ik heb met hun afgesproken dat dat zal gebeuren onder de leiding van SOAB, die zowel zij als de overheid een goede partner vinden. En ik heb de heer Maartens van SOAB gevraagd om met iedereen aan tafel te zitten om dit op een heel ordentelijke manier te doen. Minister van Justitie Quincy Guérigory wil in 2018 zijn beleid aanpassen en meer geld vrijmaken voor preventie van criminaliteit. Guérigory gaf tijdens een persconferentie een presentatie van criminaliteitscijfers, waaruit blijkt dat er meer moorden zijn gepleegd in 2017, er meer autodiefstallen waren, maar ook meer aanhoudingen hebben plaatsgevonden. De minister ging middels grafieken en tabellen uitgebreid in op cijfers van moord, diefstal, overvallen, vuurwapens en aanhoudingen. Maar wat miste waren zijn beleidsplannen naar aanleiding van de cijfers en dus vroeg ik hem ernaar. Wat dit betekent voor mijn beleid, ik heb uitgelegd wat het beleid al inhield. Misschien is het toch goed dat hij dit aangeeft, want ik heb uitgelegd dat het in het midden van het jaar 2 belangrijke projecten dus zijn geïmplementeerd. Daarnaast heeft de task voor vuurwapens betekend dat het aantal vuurwapens dat is aangehouden of dat wordt aangehouden stijgt. Maar wat ik eigenlijk duidelijk probeerde te maken met de fluctuaties is dat bepaalde vormen van criminaliteit zich verplaatsen. En dat betekent dat het op zich een zorgwekkend iets is, de hoogte of de criminaliteitscijfers op het land. Al gaan ze in een dalende richting, betekent het toch dat er veel mensen zijn die zich bezighouden met criminaliteit. En dat betekent dat de enige oplossing op lange termijn is, op middellange en lange termijn, is preventie. Volgend jaar, het jaar 2018, heeft het ministerie van Justitie gekozen om als het jaar van preventie te betitelen. Dat betekent dat er verschillende acties zullen worden georganiseerd op het gebied van preventie. Dat betekent dat er, qua beleid inhoud, en dit zijn we bezig de laatste weken te implementeren,
dat er wake-organisaties, dat er buurten contact opnemen met de politie, dat er meetings plaatsvinden, dat er bepaalde organisaties gaan zitten, om tafel gaan zitten en, met de politie en specifiek gaan werken aan wat er in die specifieke buurt, in die specifieke organisatie gedaan kan worden aan preventie. Want al reageert de politie makkelijk of sneller de laatste tijd, is het wel zo dat de politie haar werk eigenlijk achteraf kan doen. Dus we werken samen met de gemeenschap aan het verlagen van criminaliteit, aan het verkleinen van je kans dat je bijvoorbeeld overvallen wordt. Maar daarnaast zullen voor volgend jaar diverse projecten worden ingezet aan het laten dalen of aan het verkleinen van de kans dat vooral jongeren gaan meedoen aan criminaliteitsactiviteiten. En dat is de enige richting dat we op kunnen gaan, dat de gemeenschap op middellange en lange termijn de effecten van een concrete aanpak van criminaliteit wil zien. Dus dat betekent dat concreet in het jaar 2018 de nadruk veel meer zal worden gelegd op preventie en dat de gemeenschap samen met de politie zal worden gevraagd om samen op te trekken en te vechten tegen criminaliteit. Bent u tevreden met de cijfers? Nee, dat ben ik niet. Ik herhaal, je ziet een dalende trend, maar ik ben niet tevreden met die trend. Want zelfs al is, er een dalende trend, zijn de cijfers naar mijn mening te hoog. En ik moet zeggen dat de politie ook niet tevreden zijn met die cijfers. De bedoeling is dat wij over een paar jaar veel concretere dalingen zien. Niet rond de 20%, maar veel hoger. Ik wil me niet pinnen aan cijfers, want het is op zich moeilijk genoeg om trends te zien. Maar met een concrete aanpak zoals wij nu bezig zijn op een repressief gebied en een sterke aanpak op preventief gebied, denk ik wel dat we tot meer sterke cijfers zullen komen. Het opvangkamp op Curaçao voor slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten wordt gesloten. En deze mensen krijgen geen geld voor terugkeer naar Sint Maarten. De afspraak was dat de voor de orkaan gevluchte Sint Maartenaren tot 15 oktober mochten blijven op kosten van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, met de mogelijkheid voor verlenging tot eind oktober. Maar de periode van noodhulp aan Sint Maarten is voorbij en SORW heeft besloten het kamp te sluiten voor de toegezegde datum. De bewoners van het opvangkamp mochten kiezen tussen terugkeren naar Sint Maarten, waarbij ze zelf hun vliegticket moeten betalen, of bij familie verblijven op Curaçao. Toen de SORW het opvangkamp sloot, zaten daar nog zo'n 26 mensen in. Volgens de minister van SORW, Hensley Koeiman, kozen van dit aantal slechts 2 personen ervoor om terug te keren naar Sint Maarten. Gedurende de maand waarin de refineria Isla het opvangkamp beschikbaar stelde, hebben ongeveer 214 burgers uit Sint Maarten tijdelijke opvang gekregen hier op Curaçao. Sommigen bleven maar een paar dagen, terwijl anderen ervoor kozen langer te blijven. De kosten per persoon voor verblijf en voedsel bedragen 150 gulden per dag. I prefer to go to Europe because there is where is my 2 other sons. So I'm only left with 3 sons now since I lost my other son. So I feel more at home with them there in St. Martin. It's only my brothers and sisters, my nieces and my nephews. And they too have their own responsibilities. So financially, they're also unable to help me. Some of them lost their homes. Their homes are flat. I was hoping that St. Martin government or the Dutch Kingdom government would at least provide us with tickets. Se me queda aqui na Corsó, ontem eu era tinha direito a casa e sossego, casa ainda grande, por sombra. Não tem outro caminho da Bissavel para pôr em nós. Nós queremos, é que nós zwervers. Se nós que vai Holanda, ou que parte nós que vai, nós mestirinha sempre para pagar nós mesmo um ticket. De regering van Curaçao heeft de mensen nooit aangeboden tickets te gaan betalen. Curaçao heeft alleen opvang aangeboden, zodat mensen tijdelijk op Curaçao kunnen verblijven. In die periode kunnen ze in ieder geval zorgen dat zij hun papieren of eventueel doorreisticket konden regelen en hun doorreis konden voortzetten. Dat is eigenlijk wat Curaçao heeft aangeboden in de vorm van tijdelijke opvang en verzorging. On my passport, it says Koninkrijk der Nederland. I'm a Nederlander. Yeah, that's my citizenship.
And so it doesn't matter geography. In the dictionary, citizen is citizen. So the kingdom ultimately is responsible for their citizens. Yeah? But we have an issue where they talk about the Dutch Constitution, the Holland Constitution, and then the St. Martin Constitution and Curaçao Constitution. They have the people of the kingdom all mixed up and, you know, the bureaucracy with the politics. But a citizen is a citizen, and ultimately at the end of the day, the kingdom is responsible for the people. Tot zover nieuwsanalyse. Ik wens u een mooie avond en alvast een bon simang.